Ik ga beginnen met de hoogste vrouwen, rechts in de provincie, eerste provinciale Antwerpen. De trofee gaan we laten bekendmaken door Elias van Wegenberg van Golden Palace. Welkom. Elias, de hoogste vrouwenreeks en de hoogste mannenreeks zijn nog voor jou vanavond. Straks nog eerste provinciale bij de mannen, maar nu eerst uiteraard eerste provinciale bij de vrouwen. Dit zijn de drie genomineerden. Ze zijn ondertussen op het podium geraakt. Tot bij Imke, die ze één voor één een paar netelige vragen gaat voorschotelen, of van twee. Nou, dit is een gemakkelijke reeks voor mij, want ik heb met twee personen in de ploeg gespeeld, met Hanne en Britt. Dus ik ken ze redelijk goed. Britt, je bent een specialist in vrije trappen. Ben je zo iemand die de bal laat vallen, iemand die een streep of eerder plaatsbal laat? Ja, dat je weer plaats. Ja. Ja, je techniek is goed, want ik speel ook samen met jou voetbal. We spelen dezelfde ploeg. Als je moet kiezen, het tactische voetbal of toch eerder veldvoetbal? Goh, veld is toch wel altijd prioriteit geweest bij mij. Maar ja, omdat je zo kennis hebt gemaakt met voetbal, doe ik dat ook wel meer. Dus mooie keuze wel. Ja, je bent erg getalenteerd. Wat zijn jouw ambities binnen het vrouwenvoetbal? Ja, ik probeer zo hoog mogelijk te gaan in mijn eigen ploeg, omdat er ook veel talent in zit. En ja, ook zo ver mogelijk te geraken met de futsal natuurlijk. Groot gelijk. Wie zou jij vanavond nog graag in de bloemetjes willen zetten? Goh, heel mijn ploeg eigenlijk. De staf, want die doet wel veel voor ons. En mijn ouders die altijd met mij ronddraaien. Dus... Ja, dat is waar, want dat heb ik al gezien. Lotte? Je bent een spits, klopt? Dat klopt, ja. Veel doelpunten gescoord? Toch een aantal, ja. Ik las ook dat je heel vaak sorry zegt op een veld als je een bal niet afgeeft of eerder wat. Ja, bijna altijd eigenlijk. Zelfs als ik score, dan zeg ik sorry aan degene dat meeloopt of zo. Dus ja, dat gebeurt toch wel zeer vaak. Ga je straks ook sorry zeggen als je hier wint? Ja, we zullen zien, waarschijnlijk. Is er nog iemand die in de bloemetjes wilt zetten? Ja, gewoon heel mijn team die er ook aanwezig zijn de meeste. De rest is toch match aan het spelen. Dus. En ja, gewoon de club zelf, zeker en best. Oké, nog heel veel succes. Hanne, wij hebben nog samen gevoetbald in de Rapide Wezenmaal. Is dat nog altijd jouw mooiste tijd? Of heb je nu zoiets van, nee, bij hij is het minstens even leuk? Ja, op zich even leuk. Het is gewoon ja, een ander niveau. Hè. Bij Wezenmaal speelde je helemaal van boven en nu speelt je provinciaal. Maar op zich is het heel leuk en we spelen nog altijd mooie voetbal, dus dat is het voornaamste. En als je er zo één moment moet uithalen, wat is jouw mooiste moment? Ja, dat is toch nog altijd de kwartfinale met Wezenmaal tegen Zweden, Umea. Dat we daar hebben mogen staan als enigste Belgische vrouwenploeg ooit. Dus dat is wel uniek. Ja, dat is prachtig. Ben je nog van plan om nog 10 jaar erbij te doen? Nee, ik heb ondertussen 3 kindjes. Dus de kindjes gaan voorkomen en het is een beetje op zijn einde aan het lopen. Dus. Blijkbaar ben je wel nog steeds even goed als vroeger. Wie wil jij vandaag nog graag bedanken? Ja, zeker de trainer en onze afgevaardigden die iedere week voor ons klaarstaan. Dus. Oké, heel veel succes. Oké, dames, zet een stapje naar voren. Een van jullie wordt hier de kroon tot beste voetbalster in de provinciale reeksen bij de vrouwen in de provincie Antwerpen, want dat is het. Dus gaan we beginnen met een derde plaats en die derde plaats is voor... Lotte Kerkhoven. Derde plaats voor Lotte. Goed gedaan.
En dan is het tussen Hanne van der Goor en Britt Labro. Eén van deze twee is de beste voetbalster in de provincie Antwerpen, in de provinciale reeks. En ik pak de trofee Golden Palace Bowl 2019 mee naar huis. Ben je nerveus? Een beetje, ik zie het. Ja. Ik zie het, enorm nerveus. Hanne ook? We kunnen nog een beetje wachten ook. Ja. Nee, we gaan niet meer wachten. We gaan het bekendmaken. Golden Palace Bowl 2019, eerste provinciale vrouw in Antwerpen, is geworden. Britt Labro. Britt, voor Hanne. En Lotte op een hele mooie derde plaats.